en dat wordt dan ook gewoon gemaakt. Fun fact voor de mensen die dan denken, word je de second duf? Die enorme, echt enorme boot. Is dat dan ook werk? Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Heb jij er vandaag zin in en je wil mij supporten? Klik natuurlijk allemaal eens even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw, abonneer vooral. Mocht jij nou kans willen maken op een roadtrip met deze enorm mooie boot door heel Mindtopia en Apelio heen. Ja, je moet even liken en abonneren en voor je het weet wordt hij opgepikt en dan kan je lekker met ze mee. Mensen, welkom. Vandaag in deze video kan je op de achtergrond een ruisje horen. Dat is mijn airco, die staat aan. Want het is buiten een graad of pak een beet 100.000. En ik heb zoiets van, ja, weet je, die moet gewoon aanstaan om lekker die kamer verkoelend te houden. Dat je denkt van, oh, hey, wat een leuke temperatuurtje. Voor de mensen die het boeiend vinden, hij staat op 17 graden. Duimpie! Vandaag, mensen, in deze video ga ik met jullie een beetje door Napelio heen. De stad waar natuurlijk nu op dit moment de roleplay afspeelt. Waarom vraag je je misschien af? Omdat daar toch wel een vraag naar is. En dan met meer de vraag van Duffy, wat zit daar? Duffy, wat is dit? Dus het is gewoon heel veel mysterie natuurlijk ook wat betreft deze map. Ik ga alvast meteen zeggen, nee, ik spoiler niks voor de roleplay, wat dan ook allemaal. Dus maak je daar geen zorgen over voor de mensen die dat actief volgen. Maar het is gewoon even een klein toertje hier doorheen. Nee, ik ga ook niet alles laten zien, want daar is de map te groot voor. Misschien komt er wel een deel 2, ik weet het niet. Maar ja, in ieder geval Napelio. Dit is natuurlijk het huis waar Dylan en ik natuurlijk wonen wat dat betreft. En als je het eigenlijk zo vanuit de lucht ziet, dit is wel een hele onderneming hoor, dit huis. Dit is echt enorm groot. Snap natuurlijk wel dat ik hier woon, kappa. Nee, maar dit is wel echt een van de grotere huizen op het moment. En wat ik daarmee bedoel, daar kom je vanzelf wel achter. Maar ja, dit is in ieder geval natuurlijk een plekje waar we wonen met natuurlijk buitenzwembad, jacuzzi, zwembad op het dak, boot, jetskis, alles erop en eraan. Dit is natuurlijk ons optrekje. Veel mensen hebben natuurlijk vanuit binnen wel gezien, maar vanuit de lucht nog niet. Dus ja, zo ziet dat in ieder geval eruit. Het is wel echt een huge, huge ding. Natuurlijk op een gated community. Dat houdt in dat hier natuurlijk ook niet iedereen zomaar naar binnen mag, omdat natuurlijk ja, beveiligd is, wat dan ook allemaal. Wat hier nog meer te vinden is natuurlijk hier een kleine steiger met natuurlijk een strand waar iets is ontploft. Nee, voor de mensen die zich afvragen, dit is geen andere TNT dan normaal. Dit is gewoon een normale TNT geweest en ik moet zeggen, dat heeft flink veel damage gedaan. Right? Ik vind het in ieder geval wel, dat is echt freaking bizar, maar dat is in ieder geval gewoon een normale TNT. En dan hebben wij hier een klein restaurantje. Wat het gewoon fucking episch is hier met strand, met zeeuitzicht. Als je hier zo zit, tegenover hier met Dylan. Dat is vet romantisch zo. Dat je denkt van, hey Dylan, duimpie. We hebben hier natuurlijk ook een chef-kok genaamd. Mijn naam is Chef. Voor de mensen die de film hebben gezien. Mijn naam is Chef. Toppie. Ik weet het, mensen, hij zegt Chef. Maar wij maken er Chef van. Omdat dit natuurlijk een eetplekje is. Maar in ieder geval, we hebben hier een eetplekje. We hebben hier natuurlijk dan nog een luxe villa. Die overigens voor de mensen afvragen. Ja, is allemaal gewoon ingericht. Ik ga verder ook niet vertellen van wie of wat of zus of zo. Maar het is in ieder geval allemaal gewoon ingericht met, zoals je kan zien, keukens, zitplekken, leesvoer, eettafels, slaapkamers, kledingdingen, zwembad in de tuin. Alles erop en eraan. Dat staat hier in ieder geval natuurlijk op de gated community. Ik moet ook wel zeggen, ik vind het op zich best wel een mooi huis. Eigenlijk moet ik deze gewoon even erbij kopen, kappa. Dan hebben we hier natuurlijk nog een klein huisje. Dit is eigenlijk onze buur, om zo maar te zeggen. Daar ga ik ook verder niet te veel over uitlaten, hoe wat allemaal. In ieder geval wel een mooi huisje wat dat betreft. Je kan hier overal doorheen. Barbecue erbij, zitplek, jetskietje, zwembad zelfs nog erbij. Hallo bewoner, kappa. We hebben hier een klein vijvertje. Je hebt hier natuurlijk zelfs nog auto's, wat dan ook allemaal. En hier binnen heb je natuurlijk ook nog gewoon van alles. Dit zijn eigenlijk dingen, omdat wij natuurlijk video-wise hier niet heel veel komen, laat ik dat gewoon nu een keer aan jullie zien. Wat er best wel veel vraag naar is van Duffy, wat zit daar in, zus en zo. Dit huis, zoals je kan zien, heeft hier beneden nog een hele douche en weet ik het allemaal. Fucking ziek, right? Ik bedoel, het is gewoon allemaal ingericht en alles erop en eraan. En Pietje, Klaas, Anna, Isabel, weet ik het allemaal, kunnen hier allemaal gewoon wonen, wat ook allemaal. En gewoon hun ding doen. Op natuurlijk de gated community, wat fucking nice is. Ze hebben nog een privé tennisbaan. En wat dit ook vooral moet uitstralen, is natuurlijk next level luxury. In de zin van grote huizen, privé sportdingen, zwembaden en eigenlijk alle comfort en luxe wat je natuurlijk maar erbij kan bedenken. Dan hebben we hier natuurlijk het huis van Rick, oftewel Appelaar, met zijn privé parkeerplaats en weet ik het allemaal, met zijn beveiligers en zijn basketbalveld en zwembad, infinity pool en weet ik het allemaal. Dit is in ieder geval zijn optrekje hier. Fun fact voor de mensen.
Dit zijn dingen, Rick die kan heel even ook gewoon zelf hier nog wat dingen aangepast. En ook gewoon dingen wat hij gewoon mag en kan doen natuurlijk. Er wordt niet gespeeld gewoon normaal op de servers. Voor de mensen die zeggen van Duffy, ik wil ook graag op de server. Dat kan niet, want zoals je kan zien, er is ook eigenlijk helemaal niemand online. Het is gewoon echt gewoon een roleplay server. Maar met dingen aanpassen bedoel ik ook van, kijk, hij kan hier, zoals hier beneden, kan hij natuurlijk gewoon dingen aanpassen. Dus dit kluis verboden, oprecht mensen, ik zie dit ook voor de eerste keer. Waarom zie ik dit voor de eerste keer? Dit is uit het roleplay zicht in de zin van, dit is niet iets wat ik elke dag zie. Hier kan gewoon dingen veranderd worden wat gewoon kan. Wil niet zeggen dat hij hier in één keer een My Little Pony kamer kan maken, nee. Maar, daar hebben we natuurlijk ook over gehad van, als jij wil dat jij inderdaad iets als een sportding wil hebben wat dan kan wel in je huis, mag en kan je dat gewoon maken. Dat betekent dus ook niet, mensen, dat dit huis in één keer vanaf buitenaf in één keer allemaal gekke kleuren, pilaren, weet ik het allemaal heb. Nee, dat gebeurt allemaal gewoon in overleg met alles erop en eraan. Maar mocht je een andere inrichting willen, et cetera, dan kan dat gewoon allemaal. En ja, daarom zie ik soms ook dingen dat ik denk van, wait, wat is dit? We hebben hier nog een huis. Ook helemaal ingericht natuurlijk wat dat betreft. Met zwembad en binnen van alles erop en eraan. Met natuurlijk ook nog een master bedroom en weet ik het allemaal. Staat hier in ieder geval ook. Doe ik verder ook geen uitspraken over. Maar ook, ik moet zeggen, wel een mooie villa. Dan, je kan er eigenlijk niet omheen. Dit gebouw, mensen. Dit gebouw is gemaakt door Vincer. Overigens, Vincer is op dit moment zwaar actief als bouwer hier op de server. Hij doet ook de meeste dingen voor de mensen. Dus mensen, dikke shout-out. En natuurlijk ook veel respect naar Vincer daarvoor. Die man die werkt hier echt keihard aan. Het is ook op het moment dat als Vincer aan het bouwen is en hij heeft iemand nodig die hem helpt, mag hij hem van mij gewoon whitelisten. Mag hij met hem zijn ding gaan doen. En zodat met zijn verantwoording erover. En hij is wel echt gewoon, ja, toch wel een soort van de bouwleider, om zo maar te zeggen, van dit allemaal. Betekent niet dat hij zelf ook maar dingen kan gaan bouwen. Het is natuurlijk wel met in overleg, maar hij is wel degene van, als ik zeg van, Vincer, hier mag een nieuw gebouw komen, dan gaat Vincer zelf wel bepalen wat voor gebouw er komt. Tuurlijk, het moet wel stadwise zijn, niet dat hier een hele rare vorm en weet ik het allemaal komt. En dan hoor ik je denken, ja, maar dus een rare vorm. Nee, dit gebouw, dat straalt gewoon uniekiteit uit. Als dat een woord is, dit gebouw is gewoon dat je denkt van, dit kan gewoon in een stad staan. En dat wordt dan ook gewoon gemaakt. Fun fact voor de mensen die dan denken, wait a second, Duff, die enorme, echt enorme boot. Is dat dan ook werk van Vincer? Ja. ik zal een klein verhaaltje bij vertellen, mensen. Er stond hier natuurlijk een heel lelijk containerschip. Dat is gewoon zo, met allemaal containers en weet ik het allemaal. En natuurlijk, hè, als je met elkaar bent die het over wat veranderd moet worden, kwam dat natuurlijk ook aan sprake. Ik zei, ja, van, ja, er moet wel echt een ander containerschip komen. Zeg Vincer, oh, geen enkel probleem. En voor je het weet, mensen, gaat Vincer bouwen. En als je dan denkt van een containerschip of een schip, denkt mensen vaak gewoon aan een schip. Als je Vincer heet, doe je het gewoon next level. Dan maak je een soort van halve Titanic container schip looking ass ding. Dat je denkt van, bruf, what the hell. Fucking Avis past natuurlijk wat dat betreft wel enorm goed bij de stad. Want de stad is natuurlijk enorm snel aan het evolven. In de zin van, er worden natuurlijk hoge gebouwen gemaakt, et cetera. Veel dingen veranderen. Kortom, er zullen ook veel materialen naar de stad moeten. En om dan dat bij wijze van met rubberen bootjes te doen, ja, daar gaat natuurlijk helemaal nergens over. Maar dit zijn dus bepaalde dingen van Vincer dat je denkt van, holy freaking shit, what's going on? Dan hebben we hier natuurlijk het vliegveld vrij standaard, ja. Gaat nog een makeover krijgen. Maar niet alles kan natuurlijk in één keer gebeuren. Wat dan ook allemaal. Dus dat is iets van, moet nog gebeuren. Is er niet gebeurd. Gaat wel gebeuren. Want relatief onlogisch. Airportgebouw hier. Landingsbaan hier. Met het dalen. Wat dan ook allemaal. Tuurlijk, het kan gewoon met zo'n klein vliegtuigje. Maar het is niet logisch. Moet allemaal nog veranderd worden. We hebben hier natuurlijk nog een kerncentrale staan. Ja, mensen. Een kerncentrale. Voor de oplettende kijkers. Die was er ook al in de tijd van de maffia. Staat hier nog steeds. Doe ik verder geen uitspraken over, maar hij staat hier wel. En ja, dat is toch wel enigszins gevaarlijk, right? Dan hebben we hier natuurlijk vooral een industrie gebeuren. Heel veel, zoals ik zie, loodsen. En wat hier wel mooi aan is, vind ik dan. Een industriegebied is natuurlijk, voor de mensen die het ook kennen, inderdaad vaak gewoon gebouwen, veel beton en wegen, wat ook allemaal. Is hier natuurlijk ook zo. En wat ik vooral mooi vind, is dit ook een beetje, dat het een beetje verlaten eruit ziet. Een beetje vervallen is natuurlijk. Dit gebouw is echt gewoon flink toegetakeld wat dat betreft. Van, het is al oud en het is lijkt wel niet bewoond. En je hebt gewoon het idee als je hier binnen gaat, dat het zo gewoon stinkt en weet ik het allemaal. Dat vind ik heel mooi eraan. Dat je hebt eigenlijk een hele welvarende stad die eigenlijk daar ligt. En als je dan eigenlijk hier bij het vliegveld komt, kun je eigenlijk meteen dat je denkt van, ik weet het niet hoor, wat ik hiervan moet vinden. En vind ik wel een heel mooi contrast. Overigens, dit is nog
lange na niet klaar. En waarom niet, zoals je wellicht hier kan zien, de bedden allemaal zijn geburkt en weet ik het allemaal. Dit is nog allemaal uit de tijd van de maffia. Moet allemaal ook nog worden gemakeoverd. Maar het zal wel in dezelfde stijl blijven. Er zijn dingen, niet alles kan natuurlijk gewoon tegelijkertijd en moet ook allemaal maar gebeuren. Zoals dit is een W&A restaurant. Nou, ik kan je één ding melden, mensen. Ze hebben natuurlijk zelf ook wel, dit zal nooit gebruikt gaan worden. Dit wordt natuurlijk allemaal gerenoveerd en weet ik het allemaal. Maar het is natuurlijk wel handig. En dat is namelijk natuurlijk wel waarvoor het staat. Stel je bent hier, dat hier wel dingen staan. Dat je wel denkt van, oh ja, weet je, dat geeft gewoon. Als dit namelijk allemaal een kale vlakte zou zijn, heb je er helemaal niks aan. Maar natuurlijk, dit gebouw dat hier staat, is natuurlijk, dat is iedereen met me eens, oer, maar ook echt oer lelijk. En dat klopt ook gewoon totaal niet. Maar omdat het er nu natuurlijk staat, staat het tenminste. En dan heb je tenminste iets van aanzicht eraan zitten. Dus dat is de reden natuurlijk waarom een aantal dingen gewoon hier natuurlijk nog staan. We hebben hier natuurlijk nog een klein haven. Nee, niet een haven. Een kleine pier met een reuzenrad en erg belangrijk dit, mensen. Dit is Dylan's favoriete tent. Ed Kroket. Kun je lekker de kroketjes halen. Dan hebben we hier ook nog jetski en zwaantjesvuur. Dan hebben we hier, even kijken, we hadden ook nog een andere hier. Dat is ook Dylan's favoriete plek. We hebben daar dus Ed Kroket van Dylan's favoriete plek. Is hem hier ook. IJs van Thijs. Sorry, mensen. Ik vind dat te leuk, sorry. Dan hebben we hier in ieder geval ook een kleine pier. Je zag natuurlijk daar in de verte al het eiland daar, wat ook allemaal. Laat ik voor nu lekker nog even mysterieus, want ik wil natuurlijk niet alles vertellen wat ook allemaal. Omdat ik zoiets heb van, het moet ook een beetje mysterieus nog wel blijven. En weer natuurlijk nog de stad met natuurlijk, dit is een woongebouw voor de mensen die afvragen. Dit gebouw moet nog worden aangepast, dit gebouw moet nog worden aangepast. Dat zijn natuurlijk wel gewoon wat dat betreft leuke dingen voor het aanzicht. Het FBI-gebouw. Ja. Fun fact, mensen. Het FBI-gebouw wat hier staat. Ik heb geen idee hoe het er van binnen uitziet. En ook je denken van, ja, maar hoe dan? Doe ik expres omdat ik me daar in de zin van wil laten verrassen. Natuurlijk weet ik wel dat het FBI-gebouw heeft natuurlijk gewoon de standaard dingen als hè, cellen, kantoren, wat ook allemaal. Lijkt me natuurlijk vrij logisch. Maar ik wil natuurlijk ook niet alles weten van, oh, dit zit hier, zus, zo, wat ook allemaal. Omdat dat een soort van roleplay effect meebrengt, dat je erop moet anticiperen, waardoor het allemaal net wat echter is dan dat je eigenlijk alles speelt. Dus dat is de reden. Ik ben hier oprecht nog nooit binnen geweest, maar roleplay was, er is ook nog helemaal geen eens een reden dat ik hier natuurlijk binnen ben. Of wel? Kappa. In ieder geval, dat hebben we hier. Hier hebben we garageboxen. Looking good, terwijl agent Robin staat ervoor, dus we kunnen niet naar binnen toe. Parkeerplekken hier natuurlijk, ook iets wat natuurlijk gewoon is. Hier in de stad zijn natuurlijk ook allemaal nog dingen. Waar veel dingen gebeuren, veel dingen veranderen, wat ook allemaal. Maar veel dingen natuurlijk ook gewoon al in gebruik zijn. Vergeet natuurlijk niet hier natuurlijk de stripclub. en moet je nagaan, mensen, waar ik eigenlijk tot nu toe ben in de stad. En wat ik eigenlijk nog niet eens allemaal heb laten zien wat er allemaal nog is, wat allemaal nog daarachter zit. En ja, de stad is zo enorm groot. Het is en blijft mysterieus. Als jullie willen dat ik verder erop inga, in de zin van misschien wat meer de gebouwen gaan laten zien, zodat ik de bankgebouw inga, wat ook allemaal. Laat het vooral achter in de reacties, zeker als jullie natuurlijk dit ook meer willen. En misschien als je ook wat meer uitleg wil over bepaalde dingen, laat het vooral achter. Misschien doe ik het wel, misschien ook wel niet. Ik wil natuurlijk ook een beetje spannend houden, een beetje jullie eigen gedachten laten gaan van, oh, wat zou daar kunnen zitten, oh, wat zou dit en wat is dat. Omdat het denk ik het ook wel leuk had. Ik bedoel, de stad laten zien is geen enkel probleem. Maar als ik het werkelijk alles zou gaan vertellen, hoe wat allemaal, denk ik dat de roleplay dat minder leuk wordt. Dan je dan zegt van, oh, dit en dat gaat zo en zo gebeuren. Dus ik hou het daar een beetje mysterieus bij. Sorry voor de mensen, maar hey, we hebben wel weer een mooi stukje van de stad gezien. En wat ik zei, mocht je meer willen zien, ik merk het wel aan de views, de likes, de reacties, wat dan ook allemaal. En dan zullen we het wel gaan zien. Deze server wordt mede mogelijk gemaakt door Cake Hosting. Wil je ook een goede en vooral goedkope Minecraft server? Kijk op www.cakehosting.net of check de link in de beschrijving. Gebruik de code DuffyGames voor 15% korting. Voor nu, mensen, allemaal enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het dan even lekker dat duimpje omhoog en klikken. Als je nieuw bent, abonneer, welkom. En mensen, tot de volgende keer.